Hallo en welkom bij deze video over een specifiek inlogprobleem van SketchUp. Het kan namelijk zijn dat SketchUp helemaal niet wil inloggen, zodat je de software niet in kan. Dus als ik op deze knop zou duwen, dan popt er helemaal geen browser op, zoals dat nu bij mij wel het geval is. Wat moet je dan doen? Dan moet je van een bepaald bestand af wat in je computer staat. Nou, hoe kom ik daar? Ik ga naar de C-schijf van mijn computer. Daar dubbelklik ik op en dan ga ik naar gebruikers. Van gebruikers ga ik naar mijn eigen naam of jouw eigen naam. En daar kan een mapje tussen staan dat heet AppData. Dit is een verborgen map. Het kan best zijn dat je die niet aan hebt staan, dat je alleen maar dit ziet. Nou, wat moet je dan doen? Dan ga je van start naar delen naar beeld. En dan zeg je verborgen items of hidden items weergeven. Dan komt AppData erbij. En als je dat hebt gedaan, dan klik je op Roaming. Roaming. En daar staat SketchUp tussen. Dan ga je naar de huidige SketchUp versie. En dan ga je naar SketchUp. En daar staat het betreffende bestand waar je vanaf moet. Namelijk login sessions.dat. Een databestand. Ik klik rechts hierop en ik zeg verwijderen of ik duw op de delete knop. Zodra ik dit heb gedaan en ik ga terug naar mijn SketchUp venster. En ik klik hierop. Dan komt netjes je login data in beeld. En dan kan je inloggen met je eigen mailadres en op volgende klikken. En vervolgens het loginproces afmaken zodat je wel in SketchUp kan. Hopelijk helpt deze video. Als je SketchUp login niet goed werkt, dus je probeert bij SketchUp in te loggen, maar je krijgt geen browser pop-up, wat moet je dan doen? Dan heb je dit bestand nodig. Dat heet login sessions.dat. Maar bij een Mac, waar kan je dat vinden? Je gaat naar je Finder en in de Finder heb je dan hier in de bovenbalk het commando ga. Daar klik je op. En dan zoek je hier naar bibliotheek. Dat staat er niet standaard tussen. Dus op je toetsenbord zoek je de option knop op. Daar klik je op. Dan staat hier nu bibliotheek of library. Ik klik daarop. Dan kom ik in dit menu terecht. Hier staan allemaal mappen die verschillende programma's nodig hebben. En hier staat ook application support. Daar klik je op dubbel. Dan zoek je de betreffende SketchUp map waar je mee werkt. En hier staat het bestand login sessions.dat. Deze mag je naar je prullenbak slepen. Dan is die weg. Dan sluit je dit scherm af. Je opent SketchUp, je klikt op de knop Launch Browser en dan zal je browser netjes opstarten. Lukt dat nou niet? Laat het ons dan weten. Veel succes met deze oefening. Loop je nou tegen dit probleem aan en er lukt iets niet, neem dan contact op via www.sketchexpert.com. Dankjewel voor het kijken.